Dan ga ik nu Diederik uitnodigen die zal spreken over identiteitscrisis. Diederik, van harte welkom. Dank je, Mieke. Dank je, Miracles in Contact. En dank jullie allemaal om hier vandaag te komen. Ik hoop dat de notar, waar is de notar today? Ik wou even beginnen met een stukje lezen van Hafiz. Want zoals je weet, herken ik meerdere motiefs van de cursus in wonderen. De meeste mensen alleen Jezus zien. Ik zie er een heleboel. En Hafiz is er ook een. Hoe voelt het om het hart te zijn? Eens vroeg een jonge vrouw, hoe voelt het om een man te zijn? En ik antwoordde, mijn lief, dat weet ik niet zo zeker. En toen zei ze, wel, je bent wel, ben je geen man? En deze keer antwoordde ik, zie geslacht als een prachtig dier dat mensen vaak aan de leiband wandelen en misschien laat deelnemen aan een merkwaardige wedstrijd om te proberen rare prijzen te winnen. Mijn lief, een betere vraag voor Hafiz zou zijn geweest, hoe voelt het om een hart te zijn? Want alles wat ik weet is liefde. En ik vind mijn hart oneindig en overal. En daar gaat het eigenlijk vandaag over. Officieel heet de lezing Identity Crisis. Ik kan het in het Hollands niet zeggen, het is veel te moeilijk. Identity Crisis. En wat betekent dat? Dat betekent dat we hier eigenlijk met z'n hoeveel honden we zijn. Hoeveel? Meer dan 300. Je hebt niks anders te doen. Dat we eigenlijk de hele dag bezig zijn met een valse identiteit te verdedigen. Een valse identiteit die ik mooier wil maken, leuker wil maken, aardiger wil maken, meer aanvankelijk wil maken. Maar het blijft een valse identiteit. En waar Hafiz het over heeft, is de echte identiteit. De identiteit van het liefde, van het hart. En dat is ons werk. Dat is het werk we allemaal samen doen. En iedereen doet het op zijn eigen manier, op zijn eigen speed. Hoe noem je dat? Hoe snel je het wil doen. Maar iedereen is daarmee bezig. Om echt uit te vinden, wie ben ik? En als je kijkt naar de grote leraren van de vorige eeuw. De Ramana Maharshi, Nisargadatta, Punja, Muji Today, Eckhart Tolle Today. De enige vraag die ik blijf vragen is, wie ben ik? Want ik ben geen man. Ik ben niet Diederik. Ik ben niet in Holland. En dat te leren te blijven vragen onder alle omstandigheden, dat is voor mij het pad om er op den duur misschien uit te komen. En het wordt steeds makkelijker. Dat is het goede van deze reis. Het wordt steeds makkelijker. Het wordt steeds helderder. En hoe meer ik leer te vragen, waar is dit voor? In plaats van waarom? Waarom ik? Waarom is dit gebeurd? Maar echt te leren vragen, waar is dit voor? Dan kan ik door een omweggetje terugkomen. Waar is dit voor? Dit is om voor mij terug te komen naar wie ik echt ben. Daar is alles voor, wat het ook is. Dus als je een ziekte hebt, of je hebt pijn, of iemand waar je zielsveel van houdt is gestorven. Of je kind zit nu aan de drugs, wat het ook is. De vraag is alleen, waar is dit voor? Wat wordt er aangeboden? Want als ik echt de faith-based position, en dat is geloof, ik weet nooit wat dat is in het Hollands, ik vraag het al 7 jaar. Een geloofsovertuiging. Als je geloofsovertuiging echt is dat er nooit iets verkeerd is gegaan, nooit, dan wordt je identiteit duidelijk. Maar zolang dat ik denk dat er iets fout gaat, dat er ook maar iets anders had moeten zijn of zou moeten zijn, is mijn identiteit verborgen. Die zal ik nooit kunnen vinden.
Dus we moeten absoluut, resoluut en zonder enige twijfel nooit toelaten dat er ook maar enige twijfel is. Zoals jullie weten, 2 jaar geleden in oktober kreeg ik een mooie diagnose van longkanker en lymfoma. En mijn enige vraag was, waar is dat voor? En het werd heel duidelijk waar dat voor was. Het werd duidelijk dat het eerste wat ik moest doen is ophouden met 7 dagen per week werken. Het tweede wat ik moest doen is echt laten gaan van mijn identiteit als de oprichter van Choose Again. Ik moest laten gaan van mijn identiteit als een workshop leader. Ik moest laten gaan van mijn identiteit als een publieke figuur of een auteur. Alles viel weg. En het viel niet weg omdat ik zo aan het lijden was. Het tegenovergestelde, het viel weg omdat ik niet aan het lijden was. Want het lijden zou natuurlijk direct verbonden zijn geweest met een valse identiteit. En die valse identiteit in dit geval zou zijn geweest, ik ben het lichaam. En de cursus zegt misschien 340 keer, ik ben geen lichaam. Ik ben zoals God mij geschapen heeft. Ik ben geen lichaam, ik ben vrij. Hoeveel mensen hier weten niets van een cursus in wonderen? Kan ik even een hand zien? Het worden er steeds minder. Vorig jaar was het nog iets van een derde, geloof ik. Maar die durven niet terug te komen. Die baalden er zo van. Dat betekent dus dat op een handje na weet iedereen precies waar ik het over heb. En op een handje na heeft iedereen dit ook al 7 jaar gehoord. Ik ben hier gereden met mijn neef en nicht. En die vroegen waar ik het over ging hebben, dat weet ik nooit, maar het is altijd hetzelfde. Ieder jaar kom je terug en hoor je weer hetzelfde. Maar zo is de cursus ook. De cursus zegt op, ik weet niet, 1400 bladzijden, iedere bladzij hetzelfde. Je bent zoals God je geschapen heeft. Wat betekent dat? Dat betekent dat je niet denkt wie je denkt dat je bent. En als je dat echt toelaat, als je echt toelaat dat ik eigenlijk geen idee heb wie ik ben. Ik heb geen idee wie ik ben. En ik sta volkomen open om te horen van de liefde van binnen, om te horen wie ik ben. Maar ik moet het echt willen horen. Ik kan niet vragen wie ben ik en dan een keuze geven tussen slim en kort, of slim en lang, of dom en rijk. Ik kan geen keuze geven aan die vraag, want die vraag, zodra ik een keuze aan vastbind, is het geen vraag meer. Nu is het gewoon een instructie aan onze lieve Heer om te zeggen, dit wil ik of dat. Jij mag het kiezen nu. En dat gebeurt natuurlijk nooit. Want tussen liefde en iets anders is niet te kiezen. Er is alleen liefde. Kies alleen de liefde. Wat betekent dat? Wat betekent ik kies alleen de liefde. Dat betekent dat wat er ook gebeurt, ik absoluut resoluut heb besloten om alleen te luisteren en te kijken met nieuwsgierigheid, met liefde en met nooit vergeten dat wie ik ben is de liefde. En als ik dat weet, dan zie ik ook alleen liefde. En dan wordt het werk zo ontzettend makkelijk. Maar zodra ik het iets anders wil aanpakken, zodra ik gelijk wil hebben over welke opinie dan ook, zodra ik denk dat jij een van jullie een identiteit hebt die ik graag zou willen hebben en veel beter is dan de mijne, of denk dat er iemand in het Witte Huis zit wiens identiteit ik niet uit kan staan, dan zit ik weer precies in hetzelfde vakje. Dan zit ik weer met een valse identiteit. En ik weet niet hoe het met jullie gaat, maar het baasje in het Witte Huis is een enorme goede leraar. Om echt te zien wie hij is. Wat hij ook zegt. Wat hij ook denkt. Wat hij ons allemaal ook op gaat leggen. Want het is nog lang niet klaar. Hij heeft nog 2 jaar. Wat er ook gebeurt, hij is een kind van God. Hoeveel mensen hebben het automatisch en het daarmee eens? Nou, er zijn per mensen die willen zijn dan ze zijn. Als dat inderdaad waar is en als dat inderdaad ook toepast op al je vrienden en al je niet-vrienden,
dan ben je volkomen vrij. Volkomen vrij. Er staat ergens een cursus, ik weet het alleen in het Engels, maar het zegt: Salvation does not require that I see the spirit and perceive the body not. But it does require that that would be my choice. En dat zou misschien vertaald kunnen worden als verlossing. Betekent niet dat ik alleen de geest zie en het lichaam niet. Maar wel dat dat mijn keus is. En dus komt het op neer op keus. En in de cursus van wonderen staat heel vaak de twee woordjes choose again, kies opnieuw. En daarom hebben we onze organisatie choose again genoemd. En ik gebruik die twee woorden ontzettend vaak. Vaak gebruik ik het als ik geïrriteerd ben of ik maak me zorgen of ik ben een beetje boos. Dan vraag ik gewoon, choose again. Mijn broer, wat je nu gelooft, kan niet waar zijn. Want als het waar was, dan zou je niet zo voelen. My brother, choose again. Kies opnieuw. En als je in een relatie bent, en iedere van ons is in een relatie. En die definieer ik niet met een intieme romantische relatie. Maar relatie is een joining of thoughts. Het is een samenkomen van gedachtes. Dus iedere van ons is in een relatie. En als ik dat toepas in een relatie. En ik blijf vragen. Wat geloof je nou? Dat vraag ik aan mezelf. Dat vraag ik aan mijn vrouw. Dat vraag ik aan iedereen met wie ik in omgang kom. Wat geloof je nou? Want wat je nou gelooft komt uit een valse identiteit. Hoeveel mensen hier maken zich zo nu aan zorgen? Kan ik even een hand zien? De hele maand. Valse identiteit. Valse identiteit. Er is nooit een reden om je zorgen te maken. Oh ja, maar wat betreft het klimaat? Wat gaat er nu in de Amazone gebeuren? Maak je daar geen zorgen over? Geen moment. Daar maak ik me geen zorgen over. Ik maak me zorgen of ik liefde uitreik naar jullie. Dat is het enige waar ik me bezorgd over maak. Want als we dat allemaal deden, als we allemaal wisten wie we waren, en we gaven alleen maar liefde aan elkaar en niets anders, dan zou het klimaat binnen 5 jaar teruggekomen zijn. Maar dat doen we niet. Je zag al die handen. Ik zit vol, we zien er 400 mensen met een verslaving aan zich zorgen maken. Het is een verslaving. Onderschat die niet. En geef jezelf nooit een reden voor. Echt, maak je gedachten gedisciplineerd om te zeggen, zodra je echt zorgen voor maakt, zeg dan tegen jezelf, ik ben vergeten wie ik ben. Dat is de enige reden waarom je zorgen zou kunnen maken. Het kind van God maakt zich geen zorgen. Het kind van God is geen lichaam. De hele klimaattoestand gaat over lichamen. Die gaat niet over de waarheid. En het is niet een feit dat als het maar allemaal mooi en schoon wordt, dan voel ik me weer gelukkig. Daar kan het niet van komen. Gelukkig zijn kan alleen van binnen komen. Het kan niet van buiten komen. Niets hoeft te veranderen. Dat betekent niet dat niets gaat veranderen, maar niets hoeft te veranderen om voor mij volkomen op vrede te zijn. En de vrede van God, zoals jullie allemaal weten uit de cursus, kan niet bedreigd worden. Dus als mijn vrede bedreigd kan worden, dan heeft het niks met vrede te maken. Dan heeft het iets te maken met wat ik leuk vind. Dan heeft het iets te maken met wat het ego liever heeft. Het ego heeft liever schone lucht en schoon water en een hoop beesten. Dat vindt het ego leuker dan vieze lucht, vies water en beesten die doodgaan. Maar dat is een ego-preferentie. Dat heeft niks met de waarheid te maken. En dat klinkt een beetje radicaal, een beetje hard en een beetje onverschillig, maar het is eigenlijk het tegenovergestelde. Het gaat echt om de echte liefde. En wat is de echte liefde? De echte liefde is voor de waarheid van wie ik ben, van wie jij bent, van wie we zijn. Van wie Trump is. En zolang Trump het nog een uitzondering is, ben ik de uitzondering. De identiteit. Wat is mijn identiteit? Ik ben geen man. Ik zit hier niet op een podium te praten.
ik ben jullie. En als ik dat echt binnenlaat en langzaam, langzaam meer en meer en meer de waarheid laat zijn, verandert alles. Ik maak me echt nooit zorgen meer. Ik word bijna nooit boos. We waren net, Stacy en ik hebben net een workshop in Seattle gegeven. Een week lang. Heel interessante groep mensen die allemaal uit AA komen. En ze hebben dus een hele diepe achtergrond van drugs en alcohol. En andere situaties. En die vroeg aan mij, op een gegeven moment, word je nooit meer boos? En ik zei, nou, ik zal het even aan Stace vragen, want die ken me al 4 jaar. We wonen 24 uur per dag zijn we samen. Dus die zou het wel weten. En die zei nooit. Het gebeurt gewoon niet. Waarom niet? Niet omdat ik zo'n goed mens ben. Want ik ben helemaal geen goed mens. Ik ben al een vreselijk mens. Maar omdat ik meer en meer verbonden sta met de waarheid binnen mij. En dat heeft niks te maken met een mens zijn. Dus zolang ik probeer om een goed mens te zijn, heb je geen enkele kans. Een goed mens zijn is de uitkomst van geen mens zijn. Begrijp je dat? Ik moet laten gaan van mijn identiteit als een mens. En kijk wat er gaat er dan gebeuren, dan word je opeens een goed mens. Maar het kan nooit komen van het besluit, nu word ik een goed mens. Ik ga nu echt aardig tegen jullie doen. Ik kan jullie niet uitstaan, maar nu ga ik echt aardig doen en dan ben ik een goed mens. Dat gaat nooit gebeuren. Ik kan nooit tegen mijn overtuigingen gaan en mijn overtuigingen maken als een groep, als een bandel, maken mijn identiteit. Mijn identiteit is verzonnen door mij, 77 jaar geleden, 76, 75 jaar. Zoiets, maar volkomen door mij verzonnen. Iedereen hier heeft een zelfverzonnen identiteit. En als je ervan geniet, dan zit je hier waarschijnlijk niet. Er is een reden waarom je gekomen bent. Er is een reden waarom je hier bent. En dat is omdat nog iets is in je dagelijkse ervaring, in je relaties, in je omgang met andere mensen, wat je wel iets anders zou willen zien, een andere ervaring van zou willen hebben. There has to be another way. Dat was voor mij het moment, en dat is nu bijna 25 jaar geleden. Ik weet niet eens hoe lang geleden, maar er kwam er een moment dat ik zei, er moet een andere manier zijn. Want zoals ik het doe, hou ik het niet vol. En niet alleen spiritueel of missionaal niet vol, maar ook niet fysiek niet vol. Het is doodvermoeiend om met zelfhaat rond te lopen. Hoeveel van jullie erkennen dat je vol met zelfhaat zit? Kunnen jullie wel alle handen graag? Kom nou. Het is heel belangrijk dat je het leert te zien. En heel belangrijk dat je er ook niet bang voor bent. Het is ontzettend belangrijk dat je bereid bent ten alle tijden om de diepste diepte van je smerigheid, van je zelfhaat, te bezoeken. En als je denkt dat het er niet in zit, als je denkt dat jij niet Hitler bent, dan heb je geen idee wie je bent. Want dat ben je wel, en dat ben ik ook. In mijn valse identiteit. Het is niet mijn identiteit, maar het is wel een identiteit die binnen de kortste tijd bereikbaar is. Als je me genoeg knijpt, dan word ik ook Hitler. En het enige voordeel wat we nu hebben vandaag de dag in de Verenigde Staten, is dat het economisch nog redelijk goed gaat. Want als het economisch Duitsland 1936 was, dan was de Verenigde Staten nu Duitsland. Dat staat zo dichtbij. En waar is het? Hier. Als ik dat niet wil toegeven, als ik daar niet naar wil kijken, dan kan ik rustig doorgaan. Maar dan heb ik geen idee wie ik ben. Ik moet erheen. Ik moet naar al die valse identiteit kijken. En zeggen, mijn broer, je ziet het verkeerd. Dat ben je niet. Je bent de waarheid. Je bent de liefde. Er is niks buiten jou. Er is geen Hitler buiten jou. Er is geen Trump buiten jou. Er is ook geen Jezus buiten jou. Er is ook geen Boeddha buiten jou. Dat is alles binnen. Alles is binnen.
De cursus zegt het zelf nog sterker, there is no world. Er is geen wereld. En het begin toen ik dat eerst lachte, was ik zo ontzettend blij. Want ik baalde van deze wereld, dus dat kwam er goed uit. En toen begrijp ik eigenlijk waar het over gaat. Er is geen wereld, omdat ik echt deze wereld continu heruitvind. De hele dag ben ik bezig een wereld uit te vinden die niet bestaat. Doodvermoeiend. Want iedere moment van de dag moet ik weer aanpassen aan die wereld die ik net uitgevonden heb. En dan vind ik weer een andere wereld uit die net zo vervelend is, of net zo irriterend, of net zo angstaanjagend, of net zo zorgmakend is. En dan weer terugstappen en zeggen, nee, dat kan niet waar zijn. Nou, kan iemand bewijzen dat het niet waar is? Nee. Want zoals je zag van alle handen, we zijn allemaal overtuigd dat we een reden hebben om ons zorgen te maken. Hoe zou het zijn als je echt streng met je, is dat een woord? Streng met jezelf gaat worden en zeg ik, dat doe ik niet meer. Zodra ik me zorgen ga maken, zodra er ook maar iets naar boven komt wat me zorgelijk maakt, wat me uit mijn vrede haalt, ben ik bereid om te vragen, wat geloof ik nou? Over mezelf. Niet over de Amazon. Die Amazon brandt. Dat is 20% van onze zuurstof. Die Amazon brandt. Maar mijn zorgen daarover gaan niet over mij. Die gaan over een valse zelf. Een valse zelf die geïdentificeerd is met het lichaam. En als je even denkt, als iemand in deze kamer vol met hele slimme mensen een probleem zou kunnen brengen wat niet met het lichaam te maken heeft, wil ik het graag horen. Het is namelijk onmogelijk. Zolang ik denk dat mijn grootste en primaire identiteit met het lichaam is, heb ik alle reden om boos te zijn, verdrietig te zijn en zo nu en dan ook vrolijk te zijn. Maar nooit om echt de diepe, onverstoorbare vrede te hebben. Ik ben het lichaam niet. Primaire valse identiteit. Ik ben het lichaam niet. En ik sprak net met Mark, ik weet niet waar Mark is, maar daar is hij. Over wat ik denk dat de grootste reden waarom die longkanker verdwenen is. Dat is echt helemaal weg. 4 maanden geleden heb ik mijn laatste CT-scan gehad en er is niks meer. Waarom was dat? En daar heb ik met Mark even over gepraat. En omdat ik ten eerste er nooit in geloofd en ten tweede me echt nooit als een lichaam zag. Het lichaam heeft kanker, absoluut, geen twijfel aan, maar ik ben het lichaam niet. Dus zodra dat inderdaad mijn positie was, was er ook geen moment iets van angst. Maar ook niets. Stacy wel, mijn vrouw wel. Maar ook heel zelden. Die dacht eigenlijk op een paar ochtenden dacht ze dat ik niet wakker zou worden. Dat vond ze niet zo'n leuk idee. Dus nu en dan was ze daar verdrietig over. Maar dat had ik nooit. Dus als we samen echt nu een besluit maken. Ik doe er niet meer aan mee. Zodra ik me een zorg maak, ben ik bezig met een valse identiteit. Ben ik bezig met iemand die ik niet ken. Ben ik ook bezig met iemand die ik niet hoef te kennen? Ben ik wel bezig met iemand die 77 jaar met me meeloopt? En soms me ontzettend geholpen heeft. Ik had een paar dagen geleden, voordat ik kwam, zaterdag een week geleden, heb ik gegeten met Gary Renard. En jullie kennen die waarschijnlijk wel, van Disappearance of the Universe. En daar hadden we het over. We hadden het over identiteit en wie je bent. En dat er eigenlijk niet toe wie je denkt dat je bent. Je kan denken wat je wil. En voor een hoop mensen die ik ken, die hebben die identiteit uitgevonden en aangenomen die ze prima vinden. En die doet het ook goed. Totdat er ook maar iets verkeerd gaat. Totdat je hoort dat je dochtertje van 14 aan het cocaïne snuiven is, dan is die identiteit opeens iets zwakker. Of je hoort dat je favoriete poes aan het doodgaan is, opeens wordt die identiteit iets minder leuk.
Maar als we nu bereid zijn om echt te zeggen, ik ben alleen spirit. Ik ben zoals God me geschapen heeft. En die ik die dat zegt, die bestaat niet eens. Maar die ik die dat weten kan op het diepste niveau, dat is het enige wat bestaat. En daar heeft Hafiz het over. Dat zegt Hafiz ook in de laatste regel. Hoe voelt het van mijn hart te zijn? Want alles wat ik weet is liefde. En ik vind mijn hart oneindig en overal. Een oefening die ik vaak voorstel aan mensen als ze in een depressie zijn. Dan zeg ik voor de volgende week, ten eerste houden we nu op met de session, want er gaat toch niks in. Maar voor de hele week ga je met iedereen waar je in contact mee komt, oogcontact maken. En in je gedachten zeg ik hou van jou. Als je dat luid opdoet, dan word je opgesloten. Dus dat moet je echt even alleen in je gedachten doen. En dan kom de volgende week terug. En zonder uitzondering komen ze de volgende week terug en hun depressie is 80% minder. Geen pillen, geen diepe processering, geen diepe filosofische verhalen. Alleen maar kijken naar mensen en zeggen, ik hou van jou. Ik weet wie je bent. Ik hou van jou, ik weet wie jij bent. En probeer dat maar eens deze week. En je hoeft me niet te schrijven, want ik schrijf toch niet terug. Maar daar ben ik. Lydia, waar ben je? Heb je me vergeven? Ja, daar heb je het al. Ik kan je garanderen, als je dat de hele week doet, ten eerste valt je eigen identiteit weg, want het is onmogelijk te zeggen, ik hou van Trump, en zelf nog je identiteit houden. Dat kan niet. Dat kan maar alleen als ik weglaat wie ik denk dat ik ben, want dan kan ik zien wie hij is. En die valse identiteit die wordt steeds zwakker, want die houdt dat niet vol er tegenin. De false identity kan niet op tegen de liefde. Er is niets wat op tegen liefde kan. Er is geen tegenstander voor liefde. En dat ben je. Dat is jouw identiteit. In les 93 staat een ontzettende belangrijke regel. En die zegt, why would you not be overjoyed to hear that all the evil you thought you did was never done? Waarom zou je niet dolgelukkig zijn om te horen dat alle verkeerde dingen, alle foute beslissingen, alle nare gedachten die je gehad hebt, ook maar geen enkele invloed had op wie je bent? Waarom zou dat niet het mooiste zijn wat je ooit gehoord hebt? En toen ik het eerst die les lag, ik was overjoyed. Maar ik kan je vertellen, wij gebruiken die les op zijn minst één keer per week in ons werk. Met mensen die op het centrum komen en in workshops. En ik heb nog nooit iemand zien opspringen. Waarom niet? Omdat dat meteen de identiteit aanvalt. Ik hou liever mijn identiteit als iemand die verkeerde dingen gedaan heeft, die eigenlijk gestraft moet worden voor een hele tijd, die eigenlijk niet verdient om van gehouden te worden. Die hou ik liever dan geen identiteit. Om te horen dat ik eigenlijk niet besta, voor mij was het heerlijkste dat ik ooit gehoord had. Want ik ben niet zo erg verliefd op wie ik denk dat ik ben. Dus toen ik hoorde dat die bestaat niet, dacht ik, nou, dat is prima, dan ben ik er vanaf. Eindelijk. En ik hoef niet eens zelfmoord te plegen. Maar zelfmoord werkte ook niet. Ik heb over de jaren, en zeker voordat ik het werk begon, was zelfmoord vrijwel iedere dag als een optie op de tafel. En ik zag misschien dat het nu de laatste 10 jaar 1 of 2 keer naar boven gekomen is. En het enige waarom ik het nooit gedaan heb, omdat ik er niet ben. Wat heeft het voor zin? Ik heb dit mannetje zelf verzonnen. Verzin ik zelfmoord? Ben ik er nog steeds? Moet ik weer overnieuw beginnen? Ik blijf hier wat doorgaan. We maken vooruitgang. Iedereen hier heeft enorme vooruitgang gemaakt. Als je even eerlijk bent jezelf en je kijkt terug naar 20 jaar geleden, hoeveel beter je nu voelt, hoeveel vrediger je nu bent, hoeveel meer je nu openstaat voor liefde dan 20 jaar geleden. Give yourself credit. Zeg, jongens, dit werkt. Dit werkt. Het is de moeite waard. Dit kunnen we doen. Dit kunnen we samen doen.
En het samen betekent dat dat er een community is, als je dat woord zou kunnen gebruiken, van mensen die dezelfde leergang bestuderen, dat is dan de cursus in wonderen, maar dat hoeft niet, maar die gezamenlijk, communaal, een beslissing genomen hebben om alleen maar naar de vrede toe te gaan. En zich absoluut beseffen dat de nieuwe baan, meer geld, een andere man, een nieuwe vrouw, een gezond lichaam, je nooit iets zou kunnen brengen. Iedereen hier weet dat, op een heel diep niveau. Ik weet niet hoeveel mensen het echt de hele dag toepassen. Want als je het de hele dag toepast, hoef je ook niet te zijn. Want dan ben je al klaar. Maar laten we samen een besluit maken. Dat gaan we de hele dag toepassen. Ik ga de hele dag vragen, wie ben ik? Ik ga de hele dag ontzettend goed opletten hoe ik me voel. Komt er een kleine ripple van irritatie? Meteen vragen, wat geloof ik nou? Want ik nu geloof is niet waar. Duidelijk, want ik ben, heb kleine irritatie. Maar ik ben goed in irritatie, ik heb een heleboel ervaring met irritatie en ik heb ook het gelijk in irritatie, het is jullie schuld. En dan hoor ik, er is geen jullie, er is alleen maar ik. Ik ben geïrriteerd met mezelf, ik ben geïrriteerd met een idee over mezelf dat ik zelf verzonnen heb. Nou, hoe krankzinnig is dat? Waarom zal ik daar in godsnaam mee doorgaan? En dat doen we allemaal. Al die honderden mensen die hun hand opstaken over zich zorgen maken, die zijn allemaal krankzinnig. Geef dat gewoon even toe. Het is niet permanent. Het is ook een gedeelte van je uitvinding. Maar echt zou je tegen jezelf kunnen zijn, er is nooit een reden om me zorgen te maken. Als dat waar zou zijn, hoe zou dat voelen? Hoe zou dat voelen? Er is nooit een reden om boos te zijn. Er is nooit een reden om verdrietig te zijn. Hoe zou het voelen als dat waar was? En als je eerlijk bent, want vaak vragen we dat, dan zeg ik, doe even je ogen dicht. En dan doet wie dan ook, waar ik tegenover zet, de ogen dicht. En dan zeg ik, laat even binnen dat er nooit een reden is om verdrietig te zijn. Hoe zou het voelen? En dan met de ogen dicht kan het gezicht zien veranderen. Er valt 20, 30 jaar vanaf. Als het waar zou zijn dat je je nooit hoeft zorgen te maken of angstig te zijn, hoe zou dat voelen? En dan begint iedereen te glanzen. Het licht komt eruit. En dan gaan de open ogen en dan gaan ze mee weer terug. Waarom? Omdat dat gaat tegen mijn identiteit. Ik heb een reden om me zorgen te maken. Ik heb een reden om boos te zijn. Ik heb een reden om verdrietig te zijn. Als je mijn verhaal kende, dan zou je ook verdrietig zijn. Nee, dat zou ik niet zijn. En vaak komt ons werk in het begin over als onverschillig. Omdat ik inderdaad nooit meedoe met een verhaal. Want je bent het verhaal niet. Je verhaal is je valse identiteit. Je bent het verhaal niet. Het verhaal heb je zelf verzonnen om te verdedigen wie je uitgevonden hebt, in mijn geval 75 jaar geleden. Dat is het doel van het verhaal. Dus als je het verhaal niet meer vertellen mag, en het verhaal bestaat niet meer, en niemand in onze organisatie gaat je verhaal geloven, dan moet je aan het werk. Want zonder verhaal, wie ben je dan? Zonder je eigen verhaal, het verhaal van je leven. En ik weet dat er grote takken in psychologie zijn die zeggen, het verhaal is enorm belangrijk, je moet het verhaal horen. Ik wil het verhaal niet horen, het interesseert me niets. Ik wil horen wat je voelt. Ik wil horen wie je denkt dat je bent nu. Want wat je nu voelt is het resultaat van je verhaal. En het verhaal is nooit waar, daarom heet het een verhaal. Daarom heet waar we het in die tijd waar we het over hebben. Dat is een overtuiging, het is een geloof, het is een belief. Het is niet wie je bent, wie ben je? Ik ben de liefde. Mijn hart is oneindig. Mijn hart is eeuwig. En als ik zeg of mij, mijn, dan gaat het niet over mij.
Het gaat over jullie, het gaat over mij, het gaat over ons. Het gaat over dit ding, het gaat over de vloer, het gaat over het grasveld. Het gaat over alles. Alles is God. En ik had die dinertje met Gary Bernard hadden we op een gegeven moment een beetje, je zou kunnen zeggen, we waren het niet met elkaar eens. En ik weet niet of je vorig jaar, was het vorig jaar of twee jaar geleden dat ik zei dat het ego eigenlijk een gedeelte is van het rechterhand van de Heilige Geest. Nou, dat vond hij het gekste. Hij zei, dat zegt de cursus niet. Ik zei, dat ben ik helemaal met je eens, dat zegt de cursus niet. Maar waarom zou ik geloven wat de cursus zegt als ik het er niet mee eens ben op mijn diepste gevoel? In mijn diepste gevoel is er alleen God. En als er alleen God is, dan die identiteit die ik het ego noemt, moet daar een gedeelte van zijn. En dan is het gewoon een kwestie van mij om niet te vechten met het ego. Om het niet weg te duwen, niet proberen te vernietigen, maar te vragen wat bied je me aan? Want hoe weet ik dat ik werk moet doen? Het ego schopt me tegen mijn schenen. De hele dag. Dus het ego vertelt me de hele dag waar ik aan moet werken. Dus het enige wat het ego verdient van mij is diepe, diepe, diepe dankbaarheid. Als het ego dat niet doet, dat is een mooi verhaaltje over wat er gebeurde met die appel en Eva. Herinner je dat? Zij dwongen mij, of verleiden mij, dwongen was niet het woord, maar ze verleiden mij om een hapje van een appel te nemen. En toen zijn we allebei uit het paradijs geschopt. Dat is jammer, want toen, daarna, werd het echt moeilijk voor ons. Het was zweet en bloed, geloof ik. En het geboortegeven werd pijnlijk en alles werd veel moeilijker meteen. Maar wat is er met de slang gebeurd? Niets. De slang blijft slidderen op de grond en vindt alles daar wat hij vinden wil. Dus wie is er meer gestraft, de slang of ik? De slang is veel meer getrouwd, want die hoeft nooit naar God te zoeken. Die vindt alles wat hij wil op zijn pad als hij schippelt. Dus het cadeau, de gave, de gift van wat er in het paradijs gebeurd wordt, moet niet onderschat worden. Wij kregen toen de gelegenheid om terug te keren naar de waarheid. Die appel was de appel van kennis, wetenschap. Maar niet van de echte wetenschap, niet van het echte kennen, niet van het echte weten. En onze taak samen is om terug te gaan naar echt weten. Wie ben ik? Dat is het enige weten wat ik wil. Ik merk dat hoe ouder ik word, hoe minder ik me herinner. En in de cursus wordt dat heel leuk gerechtvaardigd. De cursus zegt, vergeten is beter herinneren. Dat is natuurlijk voor onze oudere mensen een hele mooie regel. Want ik heb een keer tegen mijn dochter gezegd, mijn dochter is ontzettend intelligent, die weet een hoop. En ik zei op een gegeven moment tegen haar, ik heb meer vergeten dan jou ooit zal weten. Dat vond ze helemaal niet leuk. Maar hoe meer ik vergeet, hoe dichter ik kom naar de waarheid van wie ik ben. Want wat is het doel van al die details te weten? Van weten wie er in 1492 bij Breda een vuurtje gemaakt heeft. Wat heeft dat voor? En vroeger, er zijn hier mensen die net zo oud zijn als ik, die ook in de middelbare school in Holland zaten in de jaren 60. We wisten alles. We moesten alles herinneren en vastleggen en uitspugen op een examentje. Waarom in godsnaam? Wat hebben we daarvan geleerd? En dat nam een hoop ruimte op en die ruimte was er dan niet beschikbaar voor liefde. Althans in mijn geval, misschien jullie zijn anders, maar in mijn geval, hoe meer ik wist, praktische informatie kon vasthouden en verdedigen en gelijk over hebben, hoe minder ruimte er was voor liefde. En dat hele gedoe van denken dat ik wist wie ik was, werd meer en meer haatvol. En meer vergat ik wie ik ben. Tot het moment kwam dat ik zei, nou kan ik het niet meer. Ik kan het gewoon niet meer. En toen kwam er automatisch, ik weet niet waarom, maar het is hetzelfde wat de cursus zegt. There has to be a better way. Er moet een betere manier zijn. Er moet een andere identiteit zijn die voor mij beschikbaar is.
Want deze, ik hou het niet vol. Hoeveel mensen zijn hier moe, zo nu en dan? Ik kan even alle handen graag. Dat komt van de valse identiteit. En de cursus is daar heel duidelijk over. De cursus zegt, het is eigenlijk mogelijk, onmogelijk om moe te zijn. Nou, lichamelijk is dat natuurlijk niet waar, maar spiritueel. Het is onmogelijk om moe te zijn, maar je bent moe omdat je continu jezelf aanvalt. De hele dag oordeel jezelf. En het oordelen van jezelf is uitputtend. En het oordeel van jezelf loopt dan uit op je zorgen maken. Of wat is anxious in het Holland? Anxious. Bang. Chronisch bang te zijn. Dat komt door jezelf continu aan te vallen. Door gewoon vergeten te zijn wie je bent. Wie ben je? Wie ben ik? Ik ben de liefde. Ik ben het lichaam niet. Jullie zijn alleen liefde. En het mooie is in een workshop, vooral na 1 of 2 dagen, normaal gesproken nou doe ik alleen maar 5 of 6 dagen workshops. Dus het is echt lekker diep gaan. En na een tijdje zie ik echt niet meer het verschil tussen man en vrouw. Ik zie het gewoon niet meer. Ik zie alleen maar de waarheid. En dan horen we in het werk, horen we die identiteit je bent, dan automatisch geloof ik dat niet. We doen het niet ermee. Die ben je niet. Je bent de liefde. Ik ben de liefde. Wat betekent dat? Ik heb geen identiteit. Ik besta niet. Dus ik ga niet door om een beter mens te maken. Ik ga niet door om mijn gedrag te veranderen. Behavior modification, ik weet niet wat het Hollands heet. Mijn gedragsverandering therapie werkt nooit. Het is doodvermoeiend. Je krijgt een resultaat voor misschien 2 of 3 maanden. En dan ga je toch terug om consistent te zijn met je overtuiging. Dus als ik die overtuiging over mezelf niet transformeer, dan kan ik 2 keer per week naar de gym gaan en hardlopen en wat dan ook. Maar het maakt niks uit. Dat gaat nooit lukken. Het enige wat gaat lukken is terug te gaan naar wie ik ben. Wie ben ik? Ik ben de liefde. Wie ben jij? Oneindige liefde. Wat een cadeautje. En dat is de cursus in wonderen. De boodschap, de heel eenvoudige boodschap van de cursus, nou er zijn er 10 tallen, maar nu, is je bent de liefde. Teach only love, for that is what you are. Maar zodra je iets anders leert, dan ben je vergeten wie je bent. Dus zodra je mensen probeert te troosten bijvoorbeeld, wat zo liefdevol klinkt, heb je de liefde vergeten. Want als ik jou troost, betekent het dat ik geloof in jouw lijden. En ik ga nooit in jouw lijden geloven. Dus de enige manier, en dat zegt de cursus ook heel, heel rustig en duidelijk. The only way I can be truly helpful is to see the truth in you. That is what it means to be truly helpful. Dat is de enige manier waar ik echt hulpvaardig bij zijn. Nooit zeggen, oh God, is dat weer gebeurd, wat is dat verschrikkelijk. Nu zijn we allemaal gek. Jij bent al gek, want je bent verdrietig. Maar als ik zeg, oh mijn God, dan ben ik ook gek. Dan zitten we allebei in de gevangenis. Waarom zou ik dat doen? Dat betekent niet dat als je naar me komt en je zegt, mijn echtgenoot is net overleden, dat ik kan zeggen, nou hij was maar een illusie, wat doet het ertoe? Dat is natuurlijk niet, dat is niet liefdevol. Dus daar wacht ik even mee. Maar als het te lang doorgaat en ik zie dat het lijden of het rouwen chronisch wordt, in ander woord, dat je nu verslaafd bent aan het lijden, en ik hoef niet eens om handen te vragen, want daar zijn we allemaal verslaafd aan. We zijn zo ontzettend goed in het lijden. Het is echt een verslaving. Maar als het dus chronisch wordt en je blijft erin, na 15, 20, 30, 40 jaar. Ik heb 1 vrouw, een goede vriend van mij, die wiens zoon in 71 zelfmoord pleegde. Ze is er nog niet overheen. En 90% van de psychologen in deze kamer zeggen meteen, je komt er ook nooit overheen. Maar dan heb je het met lichamen. Dan heb je het niet over geest. Want de geest is er al lang overheen. De geest heeft het nooit gezien zelfs.
Waar speel ik liever? Met de Heilige Geest, met de liefde binnen? Of met een ander lichaam? Natuurlijk kom je eroverheen. Als je het leert te zien, als je leert te vragen, waar was dat voor? Mijn zoon pleegde zelfmoord. Waar zou dat voor kunnen zijn? En als dat een echte vraag wordt en een liefdevolle vraag, niet een aanvalvraag, dan krijg je een antwoord. En dat antwoord is altijd verhelderend en altijd prachtig, prachtig liefdevol. En dan kom je er natuurlijk overheen. Hetzelfde met andere hele serieuze, quote-unquote, dingen zoals seksueel misbruik. Mijn ouders die gestorven zijn, je noemt het maar. Je komt er pas overheen als je bereid bent om te vragen, wat werd er aangeboden onder deze omstandigheden? Niet, dit had nooit moeten gebeuren, hij moet gestraft worden, of ik moet gestraft worden de rest van mijn leven. Wie denkt dat wel eens? Ik moet gestraft worden, ik verdien om gestraft te worden. Alle handen naar boven graag. De kamer zit vol met recovering Catholics, dus dat moet kunnen. Het is echt, de hele regie is erop gebouwd. Als ik genoeg gestraft ben geweest, dan mag ik naar de hemel. En het ego hoort dat en die zegt, nou dat vind ik fantastisch, want je wordt nooit genoeg gestraft. We gaan gewoon door tot je dood bent. Ik blijf je straffen. Zo vindt dat ego, vindt dat zo'n prachtige regel. Je blijft gestraft worden, want dat verdien je. Wat een waanzin. Waarom zou het kind van God gestraft moeten worden? Waarom zou het kind van God ooit verdrietig zijn? Ooit vergeten wie het is? Identiteitscrisis. De hele wereld op het ogenblik, als ik kijk en ik lees en ik luister, zitten we in een identiteitscrisis. We zijn allemaal vergeten wie we zijn. De hele wereld is vergeten wie we zijn. En wij kunnen het veranderen. Waarom? Omdat het niks met de wereld te maken heeft. Het enige waarom het veranderd kan worden, omdat het alleen maar binnen mij is. Er is geen wereld buiten mij. Het zijn mijn gedachten die ik zie weerspiegeld in de wereld. En die geloof ik dan. Zo gek ben ik. En zo gek zijn we allemaal. Er is geen wereld. De wereld is een weerspiegeling van mijn identiteit. Als ik een heerlijke wereld zie, prima, hoef je niet veel werk mee te doen. Als je de hele narigheid ziet en je ziet mensen honger lijden, je ziet branden in de bossen, je ziet er meer Trump die Groenland wil kopen, wat dan ook, wat het volgende rare ding is waar meneer boven komt, dan zie je jezelf, je ziet je eigen gedachtes. Vraag meteen even, wie ben ik? Op het ogenblik ben ik Trump. Kan je voorstellen hoe eenzaam het zou moeten zijn? En ik kan het me makkelijk voorstellen, want het is maar een paar jaar geleden voor mij, 25 jaar geleden, dat ik precies net zo eenzaam was. Dood, 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 eenzaam. Want dat verdiende ik. Ik liet niemand binnen. Ik haatte iedereen. Ik vocht met iedereen. En ik dronk mezelf ziek. Als ik een kamer binnenliep, dan wist ik al dat iedereen van me haatte, maar zij wisten het al niet. Het is gewoon een kwestie van tijd. En als je dat niet meteen duidelijk was hoe je me haatte, dan zorgde ik ervoor dat je het wel uit zou vinden. Dan gaf ik je echt een reden, want dat kwam van mijn valse identiteit. En het mooie, het goede van dit verhaal is, het kan anders. Er is een andere manier. Er is een andere way. Het hoeft niet zo. We kunnen echt allemaal huppelen naar huis straks. Wanneer is het laatste keertje gehuppeld hebben met blote voeten in het gras? Eerlijk zijn. Deze week, wie heeft er gehuppeld? Kijk, wat een vrolijke troep. 12 mensen hebben gehuppeld. Als ik volgend jaar terug mag komen, dan zijn het er 400 die het hele jaar gehuppeld hebben. Besluit dat. Ik ga huppelen. Dat is trouwens een heerlijk woord, huppelen. Waar komt dat vandaan? Enig idee? Huppelen. Ik moet verlachen.
Goed, ik kan nog uren doorlullen. Zijn er nog vragen? Identiteitsvragen of wat een vraag dan ook. Waar je maar over wil praten. Dat is een vraag achterin. Of voorin. Dat, ja, waar dan ook. Ik merk dat op momenten dat ik zeg maar op het randje sta van de identiteit loslaten van mijn ego, vind ik dat heel spannend. En dan denk ik, ja, waar moet ik me dan mee bezig gaan houden? Het is, wat zei je? Zeg het nog een keer. Waar moet ik me dan mee bezig gaan houden? Dat is dan, en wie vraagt die vraag? Ja, het ego vanzelfsprekend. Precies. Maar ik vind het precies dan wel te spannend om dat dan toch los te blijven laten. Maar ik ben zo blij met die vraag. Want die vraag die illustreert precies wat het grote probleem is. En het grote probleem is dat ik heb drie stemmen. De eerste stem is het ego. Dat praat meteen, dat zegt meteen, waar ga je dan mee bezighouden? En die zal altijd komt die opdragen, draven. En die is altijd luid en ik kan die heel duidelijk horen. De tweede stem is de stem van de Heilige Geest, van de liefde, van de waarheid, van wie ik echt ben. En de derde stem is de stem van de besluitmaker. Dus de besluitmaker, die we allemaal hebben, maar die is in slaap gevallen, 77 jaar geleden, die moet even wakker worden en opgroeien. En die moet dan zeggen, hé, ik hoor die vraag, waar ga ik me bezig mee houden? Wie zou dat vragen? Dat is mijn ego. Wat denk je dat de Heilige Geest ervan zegt? Vraag het even, doe je ogen dicht en vraag je liefde zelf, waar ga ik me bezig houden? Hij zegt, maak je geen zorgen. Ik maak me geen zorgen. I do not have to worry about what I say or do, because he who sent me will direct me. Dat is een heel mooi gebedje uit het begin van de cursus. Dat zegt, ik hoef me geen zorgen te maken over wat ik zeg of doe, want hij die mij gestuurd heeft, zal me begeleiden. Dat is het antwoord op de vraag. Ik weet niet waar je mee bezig gaat houden. Ik weet ook niet waar ik mezelf mee bezig hou. Ik zie het wel. Het spannende vind dat ik weet dat het fantastisch wordt. Dat weet ik wel. Het wordt geweldig. Het wordt bijzonder. Het wordt zo liefdevol. Maar hoe het eruit gaat zien, geen idee. Dus dat betekent dat voor je? Nou ja, daar staat ook niks over in de cursus. Hè? Ik vind het wel fijn om een beetje een beeld te hebben van wat ik sorry, nog wel verwachtte. Ik kon je niet horen, zeg het erin. Er staat ook niks over in de cursus. Niks is natuurlijk niet waar, maar ik zou het fijn vinden om een beetje een beeld te hebben van wat ik kan verwachten. Oké, wie zei dat? Zie, het is zo mooi dat je echt, zoals wij allemaal, ik ook, consistent zijn in het luisteren naar het ego. Het ego zegt meteen, ik zou graag een beeldje van willen hebben. Maar als ik het ego daar een beeld van zou kunnen geven... dan zou het absoluut weer terugduwen. Ja, want het mooie is, het ziet er precies hetzelfde uit als nu. Er verandert niks. Alles is hetzelfde, diezelfde basis in het Witte Huis. Maar ik heb nu een hele andere ervaring. Ja, alleen de gevoelens en gedachten veranderen. Die veranderen. Dus wat je eigenlijk zegt is van, doorbreek het luisteren naar het ego. En ja, voor de hand liggend natuurlijk, maar... Ja. En leren luisteren met liefde, maar niet met het verwennen van het ego. Dus het ego heeft altijd wat te zeggen, dat weet je. Leren luisteren en dan vraag je, ja, dat interessant, dat heb ik pas voor 77 jaar gehoord. Dat is niks nieuws wat je nu zei. Ik ga even vragen aan mijn liefdevolle zelf, die ook meeluistert. Wat denk je daarvan? En dan zegt de liefdevolle zelf, oh honey, er gaat nooit iets verkeerd. Right, Saskia? Waar ben je? Ja, Saskia Tepperma heeft een fantastisch boekje geschreven. En ik geloof de titels, er is nog nooit iets verkeerd gegaan. Kun je voorstellen als dat jouw levensmotto zou zijn? Er is nog nooit iets verkeerd gegaan.
Als dat absoluut, 100% mijn wet is, dan kan je alleen dolgelukkig zijn. Ja, zegt het ego, maar ik wil niet dolgelukkig zijn, want dat is zo saai. Hoeveel van jullie denken dat? Want iedereen zegt dat altijd. Zodra we het over hebben, zeggen mensen, ja, maar dat wordt saai. Dat vind ik zo'n ontzettende domme uitdrukking. Hoe kan vol met liefde zijn, 24 uur per dag, 7 dagen per week, 12 maanden per jaar, hoe kan dat in godsnaam saai zijn? Waarom zou ik naar het ego luisteren die zegt, ja, maar je moet ook iets van woede hebben. Je moet ook iets van verdriet hebben. Je moet ook iets van je zorgen hebben. Waarom? Waarom? Waarom niet alleen de liefde? Waarom luister ik naar het ego als het zegt, ja, maar dat zou saai zijn. Niet meer doen. Echt leren luisteren naar de liefdevolle zelf, want die staat altijd klaar om je te vertellen wat echt waar is. Maar je moet het echt vragen. Dus je kan niet vragen, ga ik een Deutsche Wohl kopen of een BMW? Dat interesseert de Heilige Geest heel weinig. Maar als je het echt vraagt over iets wat echt iets betekent, waar je een echte vraag heeft geen antwoord bij ingebouwd. De meeste vragen die ik krijg, zijn geen vragen, zijn eigenlijk statements in de vorm van een vraag. En daar luistert de Heilige Geest niet naar. Dat interesseert niets. Maar als ik leer om een echte vraag te stellen, waar is dit voor? Wat wordt me nu aangeboden? Niet kan ik kiezen tussen zon of wolken, of het strand en golf. Dat is geen echte vraag. En God, nog de Heilige Geest, interesseert dat iets. Maar een echte vraag moet ik leren vragen. En wie gaat die vragen? Niet mijn identiteit. Die vraag moet gevraagd worden door de besluitmaker. En de besluitmaker is vrij van mijn identiteit. Dus zeg maar, het is een schone vertaler. Die geen belasting heeft, die geen gewichten meedraagt van een tijd geleden. Die altijd klaar staat om te zeggen, ik heb dat gehoord, nu wil ik even horen wat jij te zeggen hebt. En dat is een binnenactiviteit. Volgende vraag. Doet hij het? Ja. Doodeng. Zijn je doodeng? Ja, ik vind het altijd eng om... Oké, wat geloof je nu over jezelf? Ja, ik weet het. Nee. Ja. Daar gaat het om. Daar gaat het hele werk om. Dit vind ik zo'n mooi voorbeeld. Want je zegt doodeng. En dan ben je meteen bereid om er poep overheen te smeren en dan een taartje te noemen. Ja. Nee, ik stop meteen. Ik ben dood. Ik vind het doodeng. Oké, wat geloof ik nu over mezelf? Dat niemand wil horen wat ik te zeggen heb. Dat ik niet belangrijk ben. Dat niemand ooit van me zou kunnen houden. Wat is het voor jou? Nou, dat. Goed, hoe is die engte? Voel je nog eng? Ben je nog eng? Nee, maar ik word... Nee. Goed zo. Dus dat was een heel leuk lesje. Hoe lang dat? 2 secondes. Ja. Dus als jij met iemand bent en die persoon houdt van jou en kent het werk, die zou jou nooit laten zeggen doodeng. Die zou meteen zeggen stop. Waar heb je het over? Wat voel je? Oké, nou vraag je, wat is je vraag? Die weet ik niet meer. Jawel. Hij komt. Jawel. Dat is ook wel leuk. Ik voel altijd een beetje weerstand als ik lees of nu jou hoor dat je kanker is weggegaan. Of ik lees dat hele erge ziektes weg kunnen gaan. Dan komt er bij mij weerstand, want dan ga ik proberen ook... Oh ja, ik ga proberen om mijn lichaam... beter te maken, want het heeft niks met de vorm. Je kan natuurlijk ook helemaal in de liefde zijn, terwijl je kanker hebt of polio hebt of Parkinson of hersenbloedingen. Het hoeft niet altijd over te gaan. Nee, helemaal niet. Je hebt absoluut gelijk. Maar hoe komt die weerstand
Die weerstand voel ik natuurlijk omdat ik dan een persoonlijke beter wil worden. Of ja, en je voelt je schuldig dat je niet goed bent. Je bent schuldig over je toestand van je lichaam. Ja. Dat is je eerste vergevenis. Vergeef me voor de overtuiging dat hoe mijn lichaam er ook uitziet, heeft iets met mij te maken. Dank je, dat is niet waar. En de cursus is heel duidelijk. De cursus zegt, vrede is gezondheid, is innerlijke vrede. Health is inner peace. Niets anders. De cursus zegt niet je lichaam gaat. Het zegt het wel zo nu en dan, maar de cursus spreekt er zelf tegen. Dat vind ik jammer zo nu en dan. In dit geval spreekt ze er tegen. Het zegt als je gezond wordt, wordt je lichaam ook gezond. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Vind ik ook niet belangrijk. Wat ik wel belangrijk vind, dat health, gezondheid, is innerlijke vrede. En misschien door die innerlijke vrede gaan je cellen meedoen. Dat kan. Dat zou kunnen gebeuren. Ik heb al zoveel mensen aan mij gevraagd of ik alsjeblieft wil schrijven over mijn ervaring met kanker. Ga ik nooit doen. Nee. Want wat wij gedaan hebben, is deze examen. Misschien gaat dat niemand overkomen. Ik heb geen idee. Nee. Maar om daar een formule van te maken, lijkt me krankzinnig. En daar gaat het ook helemaal niet om. Nee. Het gaat erom om dolgelukkig te zijn samen. Is er iets, staat er iets in jouw weg nu, op dit moment, om dolgelukkig te zijn? Nee, maar ja. Als je eerlijk bent. Ja, wel. Ik ben gewoon heel erg aan het strijden. Ik voel steeds, doe me maar, ik noem het even de klif of een waaltje. Alsof ik dan in één klap weer moet gaan vechten. Ik ben constant aan het vechten, omdat ik steeds maar denk, ik doe iets fout. Ja. Want ik weet zo langzamerhand absoluut niet meer wat ik moet doen met mijn lichaam. Ja. En wie is die ik die zegt, ik doe het fout? Ja. Waar komt dat vandaan? Wie vertelde je dat toen je een klein meisje was? Ja. Dat horen we altijd. We hebben het altijd gehoord. Ja. Ik doe alles fout. En dan wordt het niet alleen wordt het niet ik doe fout, maar dan wordt het ook ik ben fout. Er is iets fout met mij. Ik dacht dat ik daar wel overheen was of zo. Maar dat is niet waar. Er is niks fout met jou. Je hebt niks fout gedaan. Het feit dat je lichaam bepaalde symptomen heeft, betekent niks. Nee. Dat betekent je lichaam heeft bepaalde symptomen. Dat is ook het mooie leren van Ramana en Nisargadatta en Punja. Die zijn alle drie gestorven aan longkanker. Ja. En die zijn alle drie, het lichaam heeft kanker. Ja. Maar ja, net zoals jij zei van ik heb mezelf gehaat, zo heb ik de andere kant. Dat ik echt kotsend van mezelf kon kotsen om altijd maar lief te doen. Ja, maar dat net komt zo erg, hè, dan haat. Ja, zo had ik het ook. Ik herinner me nog, een jaar 25 of langer geleden was ik op iets van een marketing event of iets dergelijks. En ik moest naar de badkamer en ik liep langs de spiegel. En ik kijk in de spiegel en ik zeg, God, je bent walgelijk. Zo zag ik me. Wat ben je walgelijk. En dat voelde ik ook. Daar was ik van overtuigd. Ik was volkomen walgelijk. Nou, op een gegeven moment zegt het lichaam, ja, ik ben met je eens. Je bent walgelijk. En jouw taak en mijn taak is om absoluut te zeggen, waar komt dat vandaan? Hoe kan dat ooit waar zijn? Ik weet wie ik ben, ik weet wie jij bent, ik zie wie je bent. Je bent alleen de liefde. En wat er met je lichaam gebeurt is volkomen onbelangrijk. Ja, dankjewel. Ja. Dank je voor je vraag. Volgende vraag. Er zijn er hier een paar. Eerst naar achteren. Ja, nou, straks. Ik heb. Doet hij het? Nee? Ik kan het niet horen. Ja? Doet hij het nu? Oh. Ik heb pijn. Ik weet dat ik de pijn niet ben. En toch vraag ik me af, wat moet ik met de pijn? Wat behalve ernaar kijken? Wat moet ik met de pijn behalve ernaar kijken? Nou, hoe ik met pijn werk, dat heb ik een paar jaar geleden, heb ik hier ook over gesproken. Op een gegeven moment, ik had stenosis voor jaren. En stenosis
is het steeds nauwer worden van een opening in de rugwervels waar de zenuwen doorlopen. En dus als het nauwer wordt, dan knijpt het de zenuw en het is waanzinnig pijnlijk. Het is nu al een jaar of 5 geleden, geloof ik. Ik heb er hier ook over gesproken, maar ik zal het nog een keer zeggen. Op een gegeven moment was de pijn zo erg dat ik niet in de groep kon zitten in Costa Rica. Toen ben ik naar mijn kamer gegaan, in mijn bed gaan liggen. En het deed nog steeds zoveel pijn, ik kon niet liggen. Toen ben ik op de porch gaan zitten in een rocking chair. En toen hoorde ik mezelf opeens vragen, wie is die ik die pijn heb? En die pijn was weg. Nou, daar stond ik van verbaasd van, want 2 seconden geleden, later was hij weer terug. Maar toen vroeg ik het weer. En toen was hij weer weg. Dus toen heb ik geleerd om continu en consistently te blijven vragen, wie is die ik die pijn heeft? En de stenose is helemaal weg. Nou, dat kan niet volgens de chirurg, maar het is een feit. En waarom is dat? Omdat wij leren, de kunstens en wonderen, dat je je lichaam niet bent. Dus wie is die ik die pijn heeft? Dat kan ik niet zijn. Dus als ik dat echt weet met een hoofdletter W, dan heb ik geen pijn. En hoe vaak ben ik daar? Hoe vaak ben ik met de hoofdletter W verlicht, in andere woorden? I don't know, misschien een paar seconden per maand. Heerlijk toch? Dat kan jij ook. Wie ben ik? Wie is die ik die pijn heeft? Dat kan ik niet zijn. Het lichaam wel. Het lichaam heeft graag pijn. En door pijn te hebben, herinnert zich aan mij dat ik eigenlijk me meer moet identificeren met het lichaam, maar dat doe ik gewoon niet meer aan mij. Ik heb die pijn niet, dat ben ik niet. En dat is ook de grote boodschap van Jezus aan het kruis. Vergeven voor, ze weten niet wat ze doen. Wat ze denken dat ze aan het doen zijn, is mij aan pijn lijden. Maar ik lijd geen pijn, want ik weet wie ik ben. Dat is het mooie verhaal. Maakt dat, does that make sense? Dus, ja, maar de praktische toepassing heb ik nog niet helemaal. Maar dit wat ik zei is praktisch. Wat ik zei is ontzettend praktisch. Want niemand kan jou stoppen van die vraag te stellen. Dus de hele dag kun je vragen, wie is die ik die pijn heeft? En ik kan je absoluut garanderen, als die vraag echt is, genuine, dan is het antwoord meteen, jij niet. En dan is die pijn ook weg. Een ander gedeelte van dit verhaal is dan, een paar maanden later was ik terug in Vancouver en ik sprong in een taxi. En de taxidriver kwam van de Punjab. Vrijwel alle taxidrivers in Vancouver komen uit de Punjab, en dat is in India. En ik zei, hoe gaat het met je? En hij zei, oh, niet zo best. Ik heb een hoofdpijn en ik heb niet geslapen. En toen zei ik, nou, wil je die hoofdpijn houden? En dan draaide ze om. Ik zei, waar heb je het over? Hij zei, natuurlijk niet. Toen zei ik, ben je bereid om jezelf even een procesje te doen? Ja, natuurlijk. Zo ik zei, ask yourself, vraag jezelf, wie is die ik de pijn heeft? En dan draaide ze om en zei, hoe heb je dat gedaan? Maar hij begreep, omdat hij uit de Indiaanse cultuur komt en wij niet, hij begreep het verschil tussen lichaam en geest. Hij wist meteen waar ik het over had. En wij in het Westen, jammer genoeg, zijn opgebracht door te denken dat wij in het lichaam zijn. Een man uit de Punjab, uit die traditie van Hindoeïsme en Boeddhisme, die weet dat het lichaam in de gedachten is. En dat is een groot verschil. Dat is het grote verschil. Dus het lichaam is een gedachte van mij. In die gedachte kan ik ook een gedachte van pijn kiezen. Of ik kan een gedachte van kanker kiezen. Of ik kan een gedachte van heel goed kunnen hardlopen kiezen. Maar het zijn allemaal gedachtes. Ik ben een gedachte, jij bent een gedachte, God is een gedachte. En we zijn een gedachte die vorm gekregen heeft. Maar die vorm is niet belangrijk. Dus de vorm die jij en ik gekozen hebben, die kan pijn hebben. Dat ben ik met je eens. Dus praktisch gesproken, als jij bereid bent om 300, 400, 500 keer per dag te vragen, wie is die ik die pijn heeft? Dan garandeer ik je dat over een week jouw pijn 80% minder is.
Er is een verhaaltje van Jerry Jampolsky, die de oprichter van Attitudinal Healing. En die vertelde me een keer dat in een cirkel was iemand die in de laatste stages van kanker was. En verschrikkelijk veel pijn had. En die zei op een gegeven moment tegen Jerry, dit is onmogelijk, houd niet vol. En toen zei Jerry tegen haar, zou je iets willen doen om voor een paar minuten van je pijn af te willen zijn? En ze zei, daar heb ik alles voor over. Doe ik meteen. Ze zei Jerry, oké, sta op. Ga voor Art staan en zeg tegen Art, ik hou van jou. En dan naar de volgende, en dan naar de volgende. En ik hou van jou, en ik hou van jou, en ik hou van jou. En toen ging ze zitten. En toen zei Jerry, waar is de pijn? En zei, ik voel hem niet. Dat is praktisch. Dat is de praktische ervaring van dit werk. Want houden van en pijn are mutually exclusive. Die kan je niet allebei. Of je hebt pijn, of je weet wie je bent. Maar je kan niet allebei. Dus het kan voor mijn gevoel niet praktischer. Maar het ego dat zegt, hoe gaan we dat praktisch doen, heeft al lang besloten, ik ga het niet 500 keer per dag doen. Ik ga het één keer proberen en als het niet meteen werkt, dan hou ik ermee op en zeg het werkt niet. Waarom? Omdat ik ben verslaafd aan pijn. Ik ben verslaafd aan het lijden. Ik verdien om te lijden. Zo krankzinnig zijn we. Ik ben ervan overtuigd, heilig van overtuigd, dat als wij allemaal dit werk doen, dan zijn de pharmaceuticals out of business. Die kunnen geen pil meer verkopen. Maar we willen het werk niet doen. Ik neem liever een pil. Veel makkelijker. En ik kan je absoluut garanderen, als er een pil die mij gegarandeerd 100% verlichting brengt, dan nam ik die pil nu. Maar die bestaat niet. Er is geen pil. Er is geen pil die in de schaduw kan staan van de kracht van jouw gedachtes. Als die gedachtes uit de liefde komen. De gedachtes die van de ego komen, hebben geen enkele kracht. Die hebben alleen maar het doel om mij te laten zien waar ik nog aan werken moet. Dus ik heb pijn. Oh, wie is die ik? Kan ik niet zijn. Ben jij ook niet. Hoe voelt dat? Dankjewel. Ja? Dank je. Hij moet wel aan, dat maakt het duidelijker. Oh, oké. Okay. Het is niet echt een vraag, maar er gebeurde iets toen ik mijn vrouw helemaal rechts over haar situatie sprak. Raakte ik heel emotioneel. Een beetje shakerig. En dat verbaasde me. Dat me dat overkwam. Dat kan je niet horen. Het verbaasde mij dat mij dat overkwam. Oh, dat ik zo emotioneel raakte door dat verhaal. Dus het verhaal raakte je echt. Ja. Het raakte je diep. Okay, doe even je ogen dicht. Ben je bereid om te zeggen, het gaat niet over het verhaal. Het gaat niet over die vrouw aan de rechterkant. Het gaat alleen over mij. Ja? Prima. Wat voelde je? Als je één gevoel voelde, wat je nu herinnert dat je het voelde toen je dat hoorde, wat is dat gevoel? Verdriet. Verdriet, diep verdriet. Is dat een bekend gevoel? Ja. Wanneer heb je dat het eerst gevoeld, denk je, toen je een klein meisje was? Wat gebeurde er toen? Dat ik moest zorgen. Dat ik moest zorgen voor mijn moeder. Ik moest zorgen voor mijn moeder, ja. Waarom moest je zorgen voor je moeder? Wat was er aan de hand?
weet ik eigenlijk niet. Omdat zij het niet aan kan. Sorry? Zij kon het niet aan. Ze kon het niet aan. Ze was te druk om naar mij om te kijken. Right. Ze was te druk om naar jou om te kijken. En wat zei dat over jou? Welke boodschap gaf je jezelf toen over jou? Er zit meer in dan dit, maar nu gaan we kijken nu even alleen naar dit. Wat zei dat over jou? Ik moet sterk zijn. Ik moet sterk zijn, ja. Ik moet sterk zijn voor mijn moeder. Ik sta er alleen voor. Sorry, het probleem is dat de speakers gaan die kant op en niet deze kant op. Dus ik vind het moeilijk om je te horen. Zeg het dan een keer. Ik sta er alleen voor. Ik sta er alleen voor, ja. Er is niemand om jou te helpen. Er is niemand die er voor jou staat. Hoor je dat het verdriet wat je dacht te maken had met die mooie vrouw aan de rechterkant, helemaal niets met haar te maken had? Ja, het heeft te maken met iets wat je over zelf gelooft. En op een heel diep niveau was het lijden van je moeder ook jouw schuld. En daar moet je heen op den duur. Ja. Dus als je haar hoort, dan hoor je weer jouw schuld weerspiegelen. Op één manier of een andere manier, hoe krankzinnig ook, is het jouw schuld dat die vrouw lijdt. Nou, er zijn twee onwaarheden. Het is niet jouw schuld en ze lijdt niet. Wat zei je als laatste? Ze lijdt niet. Ze denkt dat ze lijdt misschien, hoewel niet meer op het ogenblik, maar misschien een uur geleden dacht ze dat ze lijdde. Ze lijdt niet. Ze denkt dat ze lijdt. En het was jouw schuld niet. Je bent onschuldig. Laat gaan van de overtuiging dat het jouw schuld was. Het was je schuld niet. En onder al het lijden, onder alle pijn, onder al het verdriet, alle zorgen maken die wij kunnen ervaren, ligt de schuld. Onder alles. Alles is mijn schuld. Vergeef me dat ik vergeten ben. Dat ik absoluut onverantwoordbaar onschuldig ben. Zeg dat maar even. Vergeef me dat ik vergeten ben dat ik absoluut onveranderbaar. Is dat een woord? Onveranderbaar? Onveranderbaar. Onveranderbaar. Onschuldig ben. Onschuldig ben. Dat is de waarheid. Laat dat binnen. Dat is de absolute waarheid waar niets of niemand ook maar iets aan kan doen. Jouw waarde is bepaald door God. Niet door je moeder, niet of je voor je moeder zorgt, of niet of je je moeder kon helpen, of niet of je moeder jou kon helpen, of voor jou aanwezig zou kunnen zijn. Je waarde is bepaald door God, die is onveranderbaar. Die is absoluut. De liefde die jij bent is absoluut. De liefde die een mooie vrouw aan de rechterkant heeft, is absoluut. Maar zodra ik naar haar kijk en er is iets mis met haar, dan zie ik haar niet. Dan ben ik al vergeten wie ze is. Waarom? Dat ik vergeten ben wie ik ben. Nu zie ik weer mijn schuld die altijd naar boven komt. Dus we hebben de keuze. Of ik kijk door de ogen van onschuld. Of ik kijk door de ogen van de schuld die ik vroeger aangenomen heb. En die ik aangenomen heb toen ik een appeltje at een paar jaar geleden in paradijs. Daar ben ik nog steeds schuldig voor. Hoe krankzinnig kunnen we zijn? Hoe voel je? Onrustig, maar beter. Onrustig. Prima. Wat zegt die onrust? Beweging. Wat is de beweging? Andere gedachten. Wat zijn je gedachten? Dat ik liefde ben. Precies. En het leuke vind ik dat je dat verklaart als onrustig. Terwijl voor mij, als ik de liefde voel, word ik ontzettend rustig. Maar voor jou misschien is het iets nieuwer. Het is een beetje een verstoring.
Want dat ben je. Je bent de liefde. Hoe is het met het verdriet over onze vrouw aan die kant? Is oké. Okay. Hoe denk je dat zij ooit geholpen zou kunnen worden als we allemaal zitten te huilen omdat ze zo ziek is? Daar moet ze zelf om lachen. Ja, nou, maar dat was het ook niet, hè? Er raakte dus iets in mij. Ja. Ja. Meewarigheid is het ergste wat je doen kan. Medelijden is het meest krankzinnig wat je doen kan. Medelijden. Wie schiet daar wat mee op? Ik heb nooit medelijden met iemand. Ik zie dat mensen iets geloven dat niet waar is. Dat zie ik wel. Maar dat doe ik niet aan mij. Dus medelijden is alleen van het ego. Niemand schiet er iets mee op. Terwijl het ego zegt, nou, ik heb mijn vriend gebeld en die vindt het ook zo erg. En nu voel ik me een stuk beter, want iemand begrijpt mij. Ik wil dat niemand mij begrijpt. Want zodra je mij begrijpt, zijn we allebei gek. Ik wil wel dat je ziet wie ik ben. Dat wil ik graag. En misschien ben je daartoe bereid of in staat vandaag, misschien niet. Maar dat is het enige wat gevraagd wordt om echt te genezen. Is om de waarheid te zien. Cool? Okay. Ja, dankjewel. Dank je. Dus dan helemaal achterin heen. Goedemiddag. Mijn naam is Jeroen. En ik heb een vraag met betrekking tot wat u net zei over op school moet je zoveel dingen leren. En nu zit ik in de business of teaching people, oftewel ik ben docent. En wij zijn dus heel veel bezig met identiteit van mensen ontwikkelen. Wat zijn nou de do's en don'ts volgens u? Of heeft u een visie waarin dat anders zou moeten, ook al zou niks anders moeten zijn? Het hoeft niks anders te zijn. En ik ben geen u. Dat is ook een identiteit die ik al lang afgeschaft heb. wat is het doel van mensen leren? Waar is dat voor? Wat is het doel van je werk? Ja. Dat gaat een andere baan zoeken. Ik zie het al. Dat is inderdaad het gevolg, ja. Maar zolang ik dat nog niet heb, want morgen beginnen we toch. Heb je dan toch een suggestie wat mijn collega's en ik met die kinderen zouden kunnen? Ik gaf je net de suggestie. Wat is het doel van je werk? Want als je niet weet wat het doel is, hoe kan je het dan ooit bereiken? Het enige doel van je werk, ik zal je even helpen, is om liefde uit te reiken en te ontvangen. Ja. Nou, neemt de vorm van in een klas staan. Of dat neemt de vorm van de afwas te doen. Of het neemt de vorm van het gras te maaien. Of het neemt de vorm van een bus te rijden. Maar het is allemaal hetzelfde. Je hebt maar één doel. To extend love. To give and receive love. En dan kan je ze allemaal feitjes leren, maar die zijn volkomen onbelangrijk en die betekenen überhaupt niks. Als er geen liefde in zit. Dus als jij denkt, zij moeten iets leren, want dan krijgen ze een betere baan en dan worden ze gelukkiger. Nou, dan zit je volkomen fout. Want daar gaat het nooit om. Dus jij gaat leren om jouw lessen te geven met een onderpinning, een foundation van het geven en ontvangen van liefde. Dat is de enige taak als een leraar. Dat is de enige taak die jij hebt, die ik heb. We hebben geen andere taak, dat is geen ander doel. En misschien dat jouw vriendin voor je dat niet praktisch vindt, maar het kan niet meer praktisch. Dus je kijkt naar, hoe oud zijn de mensen waar je mee werkt? Van 11 tot 19. Van 12 tot 19? Mag ook. Sorry. Van 11, oké. Okay. En wie zijn ze? Jongens en meisjes uit... Waar zijn ze dat? Zou je dat anders kunnen zien? Wie zijn ze? Kinderen van God wordt hier gezegd, ja.
mag nooit voorzeggen eigenlijk, hè, van wat maar daar geloof ik geen moer van. Word je wel eens boos op die kinderen? Zo min mogelijk. Word je, ja, het mocht niet mogen, maar word je wel eens boos op die kinderen? Helaas wel, ja. Vertel me de laatste keer. Wat gebeurde er? Niemand kent je hier, maak je geen zorgen. Dat was waarschijnlijk met een jongen die het niet eens was met de beoordeling die ik hem had gegeven. Aha. En wat zei die? Hij werd boos op mij. Ik werd boos op hem. Dat ging heen en weer. Totdat ik zei, oké, stop, want dit gaat niet werken. En toen zijn we gestopt. En dat werkte wel. Maar toen was ik dus wel even boos. Ja. Dus als je gewoon geen uiterlijke uitdrukking aan je boosheid geeft, dan ben je klaar. Hoorde ik dat goed? Dat is toch te gek? Ken je de cursus in wonderen een beetje? Een jaar. Goed. Ken je les 78? Niet uit mijn hoofd. Niet uit je hoofd. De belangrijkste regel voor mij uit les 78 is: hij staat in het licht, ik ben in het donker. Hij staat in het licht. Dus deze persoon, jonge meisje, wat dan ook, die het niet eens was met de beoordeling die je gegeven had, die staat in het licht. En jij vergat wie je was. Jij dacht, zodra deze meneer of dit meisje boos is op mij, dan is dat een aanval aan mij. Maar het goede nieuws uit de cursus is dat de enige die mij aangevallen ben ik. Dus op dat moment geloofde jij iets over jou, wat niet waar kan zijn. Wat geloofde je over jou, denk je? Dat ik ontoereikend ben. Dat je wat? Ontoereikend. Het is ontoereikend. Jij bent ontoereikend. Niet kundig genoeg. En wat zegt het over jou? Dat ik me beter moet voorbereiden. Oké, je moet je beter voorbereiden. Nu hebben we het weer over identiteit. Dus als je je beter voorbereidt, dan krijg je een sterkere identiteit. En dan krijg je die situatie niet meer. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om iets anders. Er werd iets geraakt in jou, wat iets naar boven bracht wat jij nou kan genezen. En nu weet je ook waarom je in die klas staat. Want er werd iets aangeboden. Wat denk je dat dat was? Een overtuiging die je over jezelf hebt, die iedereen hier ook heeft. Dus je hoeft niet voor te schamen. Wat was het? Nou, inderdaad, dat ik denk dat ik nog niet kundig genoeg ben om dit uit te voeren, ja. Ja. En wat is je vrees als dat waar zou zijn? Waar ben je dan bang voor? Dat ik niet voldoende die kinderen kan geven. Precies. En wat zou dat over jou zeggen? Dat ik die baan beter niet kan doen. Of dat iemand anders hem beter kan doen. Iemand anders zou, in other words, ik ben niet goed genoeg. Wie heeft dat nog meer? Alle handen omhoog graag. Dank je. Ik ben niet goed genoeg. Jij bent in de klas voor maar één reden. En dat is om al die kinderen te leren dat ze wel goed genoeg zijn. Zelfs krijgen ze een 1 uit 10. Zelfs krijgen ze een 2 van 3. Ze zijn goed genoeg. En als je dat echt leert, dan ben je de beste leraar in Holland. Maar daarom ben je een leraar. Om die kinderen te zien wie ze zijn. Ze zijn niet hun cijfer. Ze zijn niet of ze terug kunnen spugen wat jij ze gegeven hebt. Ze zijn de liefde. En dat weerspiegelen ze voor jou. En als ze dat niet weerspiegelen, komt het omdat jij het niet wil zien op dat moment. Maar nu weet je waarom je in de klas staat. Om de liefde te zien in jezelf en in hun. Simultaan. Op hetzelfde moment. Begrijp je dat? Jazeker, dankjewel. Dank je. Hoi, ik ben Arjan. Ja. Ik vind het. Ik moet even denken hoe ik mijn vraag zal stellen. Een aantal jaren. Ja, want je moet hem wel goed stellen, anders dan oordeel wel jou, hè? Dat weet je. Ik doe mijn best.
Een aantal jaar geleden ben ik gescheiden en ik ben uiteindelijk in een ander huis komen te wonen. En het eerste half jaar was ik daar heel hard mee bezig om het op te knappen, zodat ook mijn kinderen zouden kunnen komen en alles helemaal in orde maken. Maar uiteindelijk kwamen mijn kinderen dus niet. En toen raakte ik wel aardig in een dal en ik ben er eigenlijk achter gekomen door de jaren heen dat ik eigenlijk dingen altijd wel gedaan heb voor anderen. Maar nu ik helemaal alleen ben komen te staan, vind ik het moeilijk om dingen te doen voor mezelf. Wat denk je dat het doel was om dingen voor anderen te doen? Wat mijn gezin betreft is dat mijn gezin dat we het goed zouden hebben. Ja. Dus welke overtuiging ligt eronder, denk je? Zorgen. Ik heb geen waarde. Ik heb geen waarde. Ik heb geen enkele waarde. Iedereen die denkt dat ze goed doen naar mensen, komen van die overtuiging. Ik doe nooit goed naar mensen. Waarom zou ik? Ik hou van je. Ik hoef niks voor jou te doen. Jij hoeft niets voor mij te doen. Mijn enige taak is om te zien wie je bent. En misschien doe ik dan wat. Maar als ik altijd mensen wil helpen, komt dat van een overtuiging dat er iets echt heel verkeerd is hier. En als ik maar genoeg mensen help, dan hoef ik daar niet naar te kijken. Want kijk eens hoe goed ik ben. Zoveel mensen heb ik geholpen. In de tussentijd zit de zelfhaat er diep in. Je hoeft niets te doen voor mensen. Je moet mensen zien. En dan komt wat uit. Dan doe je wat. In de cursus zegt dat heel eenvoudig: to give to get is different from giving and receiving. So het geven om iets te ontvangen is wat je gedaan hebt. Wat heb je proberen te ontvangen is een schimmering van liefde. Die jij en ik dan ook meteen blokkeren. Heb ik gelijk? Zodra ik naar boven kan, blokkeer ik hem. Ja. Ja. Omdat ik ben niet waard. Dan wil ik meer doen. Ik ga meer voor mensen doen. Ik ga door tot ik 90 ben. En dan misschien. Maar jij en ik hoeven niks te doen. Je moet gewoon in de spiegel kijken. En zeggen: ik weet wie ik ben. Ik hou van je. Ik hou van je. En dan ben je terug naar je echte identiteit. En dan ga je de wereld in en dan geef je les. Of je doet wat anders. Maar er is geen concern meer, er is geen zorgen maken. Het is allemaal gedaan. Het is allemaal gedaan. En of je kinderen komen of niet, wat zou dat over jou zeggen als ze niet komen? Waar krijg je dan weer gelijk over? Dat ik me geen vader voel. Ja. Er is iets verkeerd met jou. Ja. Weet je wat het betekent als je kinderen niet komen? Het is heel eenvoudig. Het betekent dat je kinderen niet komen. Dat is alles. Welke betekenis ga ik dat geven? Dat is de vraag. Waar is dit voor? De betekenis die ik het geef is dat als ik een betere vader geweest was, dan zouden ze willen komen. Want die betekenis is niet waar. Misschien zegt ze dat zelfs tegen je. Dat zou best kunnen. Je bent zo'n klootzak geweest, wilde niet meer van wat jij tegen mijn moeder gedaan hebt. Ik weet niet wat ze zeggen, maar ik heb het wel gehoord. Ja, mijn zoon heeft ooit wel eens gezegd van ja, ik vind het saai bij jou. Ja, ja. Ja. Wat ik me ook wel kan voorstellen, want hij heeft zijn spullen niet bij mij. En, ja. En hoe voelt dat als je dat zegt? Ja, niet fijn natuurlijk. Nee. Niet natuurlijk. Niet fijn. Nee, fijn. Dat is jouw interpretatie. Dus Wat is het sterkste gevoel wat je voelt als je dat hoort? Het is zo saai bij jou. Falen. Falen. Falend. Ja. Wie gaf je die boodschap toen je een klein jongetje was dat jij faalt? Waar komt dat vandaan? Je vader of je moeder? Mijn vader. Ja. Dus als je dat hoort, hoor je je vader. Je hoort nooit wat iemand zegt. Je hoort het gereïnterpreteerd door een ervaring van, hoe oud ben je nou? 56. 56, 55, 54 jaar geleden. Het is een echo van toen.
En nu zegt je zoon iets tegen je en je hoort precies hetzelfde. Maar wat je zoon zegt gewoon, ik heb geen innerlijke sterkte, ik moet meer ontleiding hebben, ik moet meer afleiding hebben, die krijg ik hier niet, ik wil niet naar mezelf kijken, dat is zijn verhaal. Hij wil meer videogames en wat dan ook. Maar dat heeft niks met jou te maken. Als hij entertainment wil, dan moet hij een clown huren. Nou, misschien ziet hij jou als een clown, dat zou kunnen. Maar niet zo leuk, nee. Duidelijk. Nee. Dus altijd terug naar jezelf. Hoe voelt het als iemand iets tegen me zegt? Het is een prachtige regel in de cursus. Die zegt, the message my brother gives me is up to me. De boodschap die mijn zoon me geeft, hangt van mij af. Niet van wat hij zegt. Van wat hij zegt zijn maar woorden. En woorden zijn symbolen voor doubly removed from the truth. Wat hij zegt zijn maar woorden. Welke betekenis geef ik die woorden? Dat wordt mijn ervaring. Wie kiest die? De valse identiteit. Die je niet bent. The vision of Christ looks on every circumstance, everything that happens, without the slightest fading of the light. In het Hollands, de visie van Christus kijkt op alles wat er gebeurt, wat dan ook, alle omstandigheden, zonder het minste vervalen van het licht. Je zoon die zegt nou tegen jou, het is saai. Je weet wie je bent. Dan kijk je vol liefde naar hem. Dan weet jij dat hij iets gelooft over zichzelf wat niet waar is op dat moment. Wat kan je daarmee doen? Alleen maar de waarheden zien in zijn ogen. Maar dat kan je pas doen tot je zelf het werk gedaan hebt. Je kan niet manipuleren. Want dat doen we heel gauw natuurlijk. Ja. Ik ga even heel spiritueel doen, maar dan vinden ze mij aardiger. Dat moet je nooit doen. Nee. Dan kijken kinderen vooral direct doorheen. Die vallen er nooit voor. Oké? Ja, voor een deel. Waar ik eigenlijk dus nog mee zit, ik kom er voor mezelf achter dat ik niet naar mezelf liefdevol kan zijn, omdat ik dat altijd van anderen heb laten afhangen. En ik ben alleen komen te staan en ik vind het heel moeilijk om mijn hobby's te doen. In plaats daarvan ga ik veel op de telefoon zitten, afleiding zoeken. Net als je zoon. Precies hetzelfde. Precies hetzelfde. Dus je hebt een overtuiging dat er iets, there's something lacking. Ik weet niet wat dat in het Hollands is. Er ontbreekt iets binnen jou. Ja. En dat zoek ik buiten me. En dat heb je in het gemeen met 7 miljard mensen. Dat doen we continu. Continu denken, als dat verandert, dan is het zoals ik dat maar had. Terwijl jij en ik gewoon moeten zeggen, nee, het is hier. Je kent dat hele mooie verhaaltje dat vroeger, een hele tijd geleden, hadden we allemaal dezelfde machten als de goden. We konden alles wat goden konden, maar we waren ook mensen en dat betekende dat we de macht misbruikten. Dus toen hebben de echte goden, die hebben verradering geroepen en die zeiden, het gaat niet zo best met die mensen, want ze hebben al die macht gegeven, maar ze maken er een puinhoop van, we gaan die macht weghalen. Dus daar waren ze het allemaal mee eens. Die macht nu moet weggehaald worden en dat hebben ze ook gedaan. Maar toen was de vraag, wat gaan we ermee doen? Want we kennen mensen, die gaan natuurlijk die macht weer opzoeken en dan zitten we weer in dezelfde puree. Nou, het was een hele goede, een hele slimme god die zei, we gaan het in de diepste van de oceaan, vlak bij Japan, daar gaat het heel diep. Daar leggen we de macht neer en dan zijn we klaar met die mensen. En toen zei een van die andere goden, zei, ja, dat is natuurlijk een leuk idee, maar ze gaan straks een onderzeeër uitvinden. En dan gaan ze weer naar beneden en dan halen ze die macht weer op en dan zitten we weer in de perikelen. Daar waren ze het over eens. Het was een andere god, ook heel intelligent. En die wist iets van de Himalaya's. En die zei, dat is een hele hoge berg. Die noemen we Mount Everest. En dan gaan we op de top van die berg. Daar leggen we die macht neer. Prachtig idee, zei die andere goden. Maar de oppergod, Brahman, die zei, nee. Want in
Nepal, er is een groep mensen die heel goed kunnen klimmen, Sherpa's noemen we die. En die gaan zeker een keer naar boven met een witte meneer. En dan zitten ze op die berg en dan hebben ze die macht weer. Ik heb een beter idee. Ik ga het verstoppen waar ze nooit zoeken. En dat is binnen. En we hebben nooit gezocht. Dat is het enige wat je hoeft te doen, is vragen wie ben ik? Wie is je zoon? Wie ben ik? Jouw taak en mijn taak is om absoluut ongezioneel, unconditionally, to fall in love with the self. The capital S self. Niet het ego zelf, maar de kapitale S self. En je bent alleen, je bent afgezonderd omdat jouw ego je verteld heeft dat dat is wat jij verdient. Dat is je straf. Dan moet je wel erg slecht zijn geweest, zegt je ego. En dan moet je zeggen, God zeggen, dank is dat niet waar. Ik heb een hoop fouten gemaakt. Ik heb een hoop gelogen. Ik heb een hoop dingen gedaan die ik niet had moeten doen. Maar wie ik ben, is pure liefde. Dat is jouw identiteit. Laat dat maar even binnen. En of je kinderen je ooit komen opzoeken. Of ooit zelf opbellen en zeggen, ah, papa, hoe gaat het? Of niet. Je weet wie je bent. Want zolang je dat niet weet, dan heb je hun nodig. En zolang je iemand nodig hebt, weet je wat er gebeurt. Ze trekken zich terug. Ja. Want niemand kan jou geven wat jij wil. Wie is er zo nu en dan nog wat needy? Wat is needy in het Hollands? Alle handen gaan omhoog. Hoe voelt dat voor hun partners? Verschrikkelijk. Ja. Verschrikkelijk. In het begin voelen ze, oh, he needs me. Dit is fantastisch. Ik heb hem ook nodig. En dan van duur maak je elkaar dood. Waarom? Omdat zij jou nooit geven kan wat je denkt je nodig hebt, omdat je het al hebt. Het is een hopeloze taak. Het is een Sisyphus-activiteit. Je hebt het al, je bent het al. Kun jij even tegen haar zeggen, ik heb jou niet nodig? Maar dit is het meest liefdevolle wat je zeggen kan. Hij gelooft het niet. Oké. Ik heb jou niet nodig. Komt er iets van angst naar binnen als je dat zegt? Iets van angst naar boven? Nou, dat duidt het lachen wel aan, denk ik, dat de angst zit, ja. Ja, die angst die dan meteen naar boven komt, dan loopt ze weg. Ik kan haar alleen maar houden als ik haar nodig heb. Terwijl het tegenovergestelde waar is. Dus als ieder echtpaar in deze kamer tegen elkaar zou kunnen zeggen, ik heb jou niet nodig. Dat is het meest liefdevolle wat je zeggen kan. Als ieder ouder in deze kamer tegen haar kinderen of hun kinderen, haar, zijn kinderen zou kunnen zeggen, ik heb jou niet nodig. Wauw, dat zou een liefdevolle wereld zijn. Mooi. Want het is namelijk waar. Je hebt haar niet nodig, ze heeft jou niet nodig. Maar jullie zijn samengekomen omdat je dezelfde overtuigingen hebt die je nou wil genezen. En dat noemt de cursus een holy relationship. Dus een holy relationship weet je dat je elkaar niet nodig hebt, maar dat de ander weerspiegelt waar jij aan werken moet. Dus je kan continu zeggen, wat ik nu geloof is niet waar, ik wil je even helpen om mijn veilige getuige te zijn dat ik even door het proces heen kom. En daar groei je al bij van. Oké? Okay? Ja, dankjewel. Cool. Dankjewel. Wat is de tijd? Ik ga niet esoterisch Course in Miracles zeggen, er is geen tijd. Maar... Hoe laat is het? 4 uur geweest. Dan hou we op. Is er één hele dringende vraag als je wegloopt en denk je, ik ga dood als ik die vraag niet beantwoord krijg. Daar in de hoek is er één. En dat wordt de laatste vraag. Ze gaat dood, jongens. Even opkijken. Ik wil zo graag weten, oké, ik ben liefde, maar hoe ga ik dat voelen? Heb je daar tips voor? Hoe ga je wat voelen? Ja. Fantastische vraag. En waarom?
omdat ik geen idee had. 25 jaar geleden en 50 jaar daarvoor, als iemand mij vroeg hoe voel je, dan begreep ik die vraag niet eens. Want ik voelde alleen woede of niets. Dat waren mijn twee gevoelens. Dus toen ik dit wel begon, heb ik een gevoelslijst gemaakt. En als je mijn boek koopt, wat ik je ten sterkste kan aanraden, dan in de achterkant van het boek is een gevoelslijst die jij en ik nodig hebben. En vooral in het begin. Ja, die lijst heb ik aangeschaft. En dan? En wat heb je ermee gedaan? Ja, ik heb het een keer gelezen. Sorry? Ja, ik heb het er twee of drie keer naar gekeken. Ja. En dan ga ik denken van, wat moet ik nu voelen? Ja, precies. En je hebt precies je vinger op gezet. Ik ga denken, wat voelen. Ja. Je moet van het denken af. Ja, precies. Dus gewoon eerlijk zeggen, wat voel ik nu? Ik voel me geïrriteerd, ik voel me verdrietig, ik voel me boos, ik voel me alleen gelaten. Ik voel. Zonder dit voelen kan je dit werk niet doen. Dit werk kan niet met je gedachten gedaan worden, nee. Omdat het ego je gedachten kiest. Het ego kiest ook je gevoelens. Maar je gevoelens, die leiden je terug naar een overtuiging. En die kan je dan transformeren. Dus ik zou je ten sterkste aanraden om de gevoellijst in het Hollands te krijgen, niet in het Engels, want dat betekent niks voor je. Dus krijg het in het Hollands en ik geloof dat Els je daarmee zou kunnen helpen aan de tafel daar. Mm-hmm. En daar echt de hele dag mee gaan werken. Totdat je zo'n idee hebt. Okay. Ik heb de eerste keer dat ik die gevoelslijst toepaste in een therapeutische situatie met een echtpaar. En de echtgenoot was vreemd gegaan met altijd, voor de enige reden, met de beste vriendin van zijn vrouw. Waarom moet dat trouwens? Je moet altijd slapen met de beste vriendin van je vrouw. Want dat maakt het nog erger. Goed, dus ik gaf hun die lijst en hij begon en hij keek erna. En omdat hij een man is, heeft hij niet zo'n grote repertoire van gevoelens, maar hij tikte er 1, 2, 3, 4 af. En ik zag aan zijn gezicht dat hij echt trots was, dat hij zoveel gevoelens had. En die vrouw, die deed niks. Ik dacht, nou, als mijn echtgenoot vreemd was gegaan, dan had ik een hoop gevoelens. Niks, ze deed niks. Ik zei uiteindelijk, nou, er komt niks voor jou naar boven. En toen tikte ze af, verveeld. En toen zei ze, dat is het enige wat ik niet voel. Oké, dus dat is iemand die gewaar is van wat ze voelt. Daaraan werken. En echt, dat moet je ontwikkelen. Dat heb ik ook moeten ontwikkelen, want dat bestond niet in mijn repertoire. Oké, nou, ik ga mijn best doen. Ga aan het werk. Dank jullie. Doet hij het? Oké, ik kom even op gelijke hoogte. Nou, iets hoger. Diederik, ik vind het ontzettend fijn, vooral dat wat je vertelt en hoe je het doet en hoe je bent, dat ik het zo goed kan voelen. Als jij zegt, je bent alleen maar liefde, dan komt dat gewoon ook echt helemaal binnen. Je laat het binnen. Het kan niet binnen, je laat het binnen. Je bent er klaar voor. Dat heeft niks met mij te maken. Wat zeg je? Het heeft niks met mij te maken. Oké. Okay. Dan ben ik toch heel erg blij met de vraag. Waarom zou je gewoon niet alleen voor liefde kiezen? Waarom zou je niet alleen voor liefde kiezen? En wat is het antwoord? Wat is je antwoord? Geen enkele reden om het niet te doen. Nee, maar je moet veel eerlijker zijn, want anders zou je het doen. Er is een reden waarom we het niet doen. En dat is de verdediging van de valse identiteit. Daar gaat het hele verhaal over. Daarom doe ik het niet. Ik ben doodsbang voor de liefde, want in de liefde besta ik niet. En jij ook niet. Nee. En daarom doen we het niet.
En toch wil ik benadrukken dat als ik het jou zo hoor zeggen, dat ik ineens een heel groot ja voel. Fantastisch. Ja. Ja. Ik ook. Ja. En ik wil toch ook nog graag even benadrukken dat je de keuze zo duidelijk gemaakt hebt. Dat we een ego-stem hebben en een liefdestem, maar ook een besluitmaker. Ja. En ja, al jouw vragen die je hebt gezegd, vooral wie ben ik, en maar ook van de vorige cursus, jouw lezing, heb ik heel goed onthouden. Wat wordt hier aangeboden? En dat is zo'n mooie vraag. Ja. Waar is dit voor? Ja. En het kan alleen voor mij zijn. Ja. En dat is zo'n heerlijke overtuiging en zo'n prachtige basis om van te werken. Het kan alleen voor mij zijn. Het kan nooit tegen me zijn. Ja. Nou, is mooi. Dus heel erg bedankt en volgens mij spreek ik namens iedereen. Oké.